Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast-kanaal. It's a great time to be in HR, daar ben ik rotsvast van overtuigd en ik hoop jullie ondertussen ook allemaal. Vierde aflevering van onze CHRO-podcast, reeks ondertussen waarin ik in het hoofd kruip van buitengewoon boeiende HR-directeurs. Tegels Natuursteen parket. Mijn gast van vandaag is Tom van Asten, CROB in Permo. Wat is volgens hem de kerncompetentie van HR Professionals anno 2023 en beyond? Welk HR-thema krijgt volgens hem te veel aandacht en welk misschien te weinig? En welke drie vragen moet elke HR professional zich echt wel stellen? Dat zijn een aantal vragen die ik in mijn mouw heb zitten. We gaan wel zien hoe dat eruit komt. Welkom. Hey. hey. Goedemiddag, hey, dag Tom. Hey. Alles goed met jou? Alles prima, heel goed, dankjewel. Jij komt van ver? Ik kom van uh, het verre Limburg, maar ja. is, ah, dat klinkt verder dan het is. Ja, maar heb je niet te veel file gehad dan? Nee, je dat je valt niet? wel goed mee eigenlijk. Ja. Ja, ja, inderdaad. Dan, uh, dan, dan heb je geluk gehad, want ik voel me daar altijd een klein beetje schuldig over als ik mensen naar hier heb. Nee, te komen. helemaal geen probleem. We ja. hebben nu ondertussen 15 filialen en um, ja, ook in Oost- en West-Vlaanderen, dus ik ja. heb geregeld dat ik hier uh, vandaag naar ah, ben. Voilà. Ja, zo, en wat vind je van Gent? Uh, superleuke stad. Het zal wel zeker. Maar ik durf het niet anders zeggen, denk ik. <laughs> Oké. Okay. Zullen we starten ja. met um, hoe jouw dag eruit ziet, bijvoorbeeld? Ze zien alle dagen er hetzelfde uit. Nee, totaal nee. niet. Uh, nooit een HR, denk ik. Mm -hmm. um, um, Standaard met een koffie, dat wel. Oké. Okay, um, die hebben we nu net weggenomen. Ja, inderdaad. espresso is <laughs> ja. <was> zeer lekker. <laughs> um, maar ja, ik kom toe op kantoor en um, ja, ik, ik stap mijn afdeling binnen. Eigenlijk hè. Uh, HR, en daar zitten Stefanie, Anne, Amy, um, Nicola. En ja, ik. Praat met die mensen. Ik luister naar wat, uh, wat er op dat moment uh, speelt. Misschien zaken die, uh, die uh, de dag voor dien nog zijn gebeurd, waar ik op de hoogte van moet zijn. Mm -hmm. um, en dan, dan sparren we even en dan gaan we dan starten we aan de dag. Um, ik begeef mij heel erg veel tussen de mensen, tussen mm -hmm. andere afdelingen ook. Ik weet ook graag wat dat, er, wat dat er speelt. Ik sta heel vaak in contact met, uh, met uh, zowel directieleden als, uh, als medewerkers op de vloer en alles wat daartussen zit. En, mm -hmm. um, ja, ik probeer vinger aan de pols te houden, komt ja. nu eigenlijk, ja. Ja, vanuit nieuwsgierigheid of vanuit de hoel om te weten van wel, welke beslissingen gaan we weer moeten... Ja, uh, beide, denk ik. Ik ja. ben gewoon heel graag op de hoogte van, van, mm -hmm. van wat er speelt. Dat is individu zelf altijd al geweest, maar ook uh, vanuit mijn rol is dat ook, uh, ook bij jezelf je verplicht om te weten wat er speelt, ook om, om de brug te maken tussen uh, directie en, en, uh, en uh, de mensen. Um, maar ook inderdaad om, om in te spelen op uh, mogelijke toekomstige beslissingen, ja. Mm -hmm. Zeggen hoe hoe ben jij in dit terecht terechtgekomen? Wel, um, ik ik uh, heb eigenlijk een salesachtergrond. Ik ben mm -hmm. niet vroeger uh, heel, heel vroeger, of ja, heel vroeger, ik ben 32 jaar nu maar. Zo heel vroeg. Ik was al heel lang, <laughs> dat is dat niet geleden. Um, gestart wel in, in sales mm -hmm. um, en gaandeweg ja, de, de corporate ladder uh, opgeklommen, zeg maar sales manager, country manager, België-Luxemburg geweest. Op jonge um, leeftijd eigenlijk toch? Ja, redelijk ja? jonge leeftijd, ja, ja. inderdaad. Niet mm -hmm. altijd evident uh, geweest. Dat Waarom? Heel vaak opboksen tegen, um, tegen senior mensen. Ah, ja. uh, niet in leeftijd, maar vooral in ervaring dan ja. natuurlijk. Hè. Ah, ja, ja. Um, en uh, je, altijd jezelf wel moeten bewijzen. En dat, mm -hmm. uh, op een bepaald moment weegt dat wel ja. door. Ja. 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 Um, Oké. Okay. Dus um, hoe ben ik in het terecht terechtgekomen? Op een bepaald moment had ik uh, uh, ja, het gevoel dat. dat uh, dat HR wel echt mijn ding was, zonder er zelf al in gezeten te hebben. Mm -hmm. ja, ik heb dan, uh, ben dan gaan specialiseren uh, vanuit mijn country managerrol, waarin dat ik een aantal afdelingen wel generalistisch aanstuurde. Um, en gaan specialiseren in HR heb ik um, uh, voor een consultancybedrijf gewerkt, uh, allereerst. En dan um, ja, uh, HR en marketing director geweest bij Zolse dakprojecten hiervoor. Mm -hmm. En ik werkte al, um, al voor Impermo voordat ik uh, begin januari eigenlijk die vaste betrekking uh, innam. Ik deed uh, ja, de, de assessments uh, mm -hmm. van de mensen die, uh, die een stap voorwaarts zouden zetten binnen ja. de organisatie, vanaf een bepaald niveau. En ook van de new hires. En um, ja, op die manier ben ik mensen leren kennen binnen de organisatie, ja. waaronder onze CEO. En zo is die bal aan ja. ja, en die zei, Tom, dat is iets voor jou. Uh, ja, we zetten dat eigenlijk tegen elkaar. Um, Tof, en ja. Ja, die klik die is er altijd wel geweest. Ik ken in Permo ook wel al van in het verleden. Een van mijn salesrollen die heeft zich ook begeven in de bouwsector, ja. uh, in de tegelwereld, uh, waarin ik in contact kwam met, uh, met een permo. En ja, we zijn elkaar eigenlijk quasi nooit uit overlopen. Ja, mooi. Wat maakt volgens jou van een CEO een bijzonder straffe Citroën? Uh, goeie vraag. Ik denk dat, um, dat het, het, het overzicht bewaren heel erg belangrijk is. Eh. Um, ik denk dat de brug willen zijn tussen uh, management en, en de vloer heel erg belangrijk is. Maar Um, die veilige omgeving waar dat heel erg veel over geschreven wordt, uh, die creëren uh, op, in alle lagen van het bedrijf um, en zeker ook in je eigen afdeling, natuurlijk. Um, dat, je, dat, dat dat een van de zaken is die, die, die maakt dat je, dat je als CHRO wel, wel, um, wel goed je ding kan doen en mm. uh, van een goed niveau bent. Um, ja, een veilige omgeving, dat is een, dat is een topic waar ik vaak ja. en heel graag ook over praat. Um, okay. Ik denk dat een goede en straffe CHRO ook ervoor zorgt dat um, de open deurpolitiek die dat bedrijven zeggen dat ze hebben, dat die ook wel echt in de praktijk wordt omgezet. Mm -hmm. okay. ja. Ik ben een enorme learnetic. Ik leer ganse mm -hmm. dagen door. En niet door opleidingen te volgen, maar door gewoon te luisteren, mm -hmm. te kijken, te lezen, te, te, ja. te ademen, denk ik eigenlijk. <laughs> Hoe leer jij het liefst? Door um, ja, podcasts. Um, mm -hmm. YouTube-video's uh, uh, ben ik ook wel heel erg fan van. Ik denk dat um, alle, ja, de avond dat ik s'avonds in bed lig, uh, nadat ik met mijn vrouw heb gesproken. natuurlijk... Oh, uh, en dan gaan we in bed nog naar YouTube. Ja, dat durf ik wel te doen. Ja, ja inderdaad. Omdat daar um, <laughs> ja, doorheen de dag is daar ja, redelijk weinig tijd te weinig voor. Tijd. Maak ik daar ook gewoon te weinig tijd voor, volgens mij. Um, want dat is ook part of the job, volgens yeah. mij. Uh, um, maar die, die, die stil momenten. als mijn dochtertje dan uh, terecht te slapen. en mijn vrouw die is aan het indommelen. en die heeft gelukkig niet zo heel lang nodig. Uh, <laughs> dan kan ik me er wel aan zetten. Ja. Oké. Okay. <laughs> en, en zijn dat dan altijd zaken die te maken hebben met, met jouw job. of net nee. niet? Mm, dat is heel erg breed. Ik, ben iemand, ja. uh, ik, ik werk heel erg aan persoonlijke ontwikkeling. Ik ben mm -hmm. iemand die. Um, ook wel spiritueel getint is. Eh? Um, ik hou van de, de, de grote vragen die dat de mensen hebben. Eh? Waarom zijn ja, we hier? En, en uh, wat is onze taak hier? en uh, Dat soort zaken naar luister ja. ik graag. Voorbeelden daarvan zijn Ellen Watts, um, Wayne Dyer. Uh, dat zijn zo de, de figuren waar ik naar luister. maar anderzijds is dat ook gewoon um, een, een, een Gary V. Uh, dat is iets een, helemaal uh, anders. Ja, ja, een, is, een Jay uh, Sheddy. Maar ik ja. durf ook wel eens op zoek werk doen over: ja, waarom. Uh, hebben planten een groene kleur, bij aan spreken dus Zo breed gaat, <laughs> <laughs> zo breed okay, gaat dus het. Oké, dat is wel extreem misschien. Ja, ja, zo voilà. iets anders, ja, ja. Ja. Als je dan terugblikt op, um, op je loopbaan, mm. want je zit dan begonnen in sales, dan in HR, door goede contacten met de CEO. Had je ergens een plan? Een idee, een stip op de horizon, als het allemaal begon, van daar wil ik toch wel ongeveer naartoe aan we zien wel hoe dat wil geraken? Ik, euh, ik heb altijd wel een, een heel erg goed voorbeeld gehad, zijn mijn vader. Mm -hmm. uh, die, is, uh, die heeft zelf ook altijd in sales gezeten, nationaal en internationaal, vandaag nog steeds. Um, en ik had altijd wel het gevoel van, kijk, oké, okay, wat die man doet, dat wil ik ook wel gaan doen. En wa waarom? Ik denk door hem, door hem bezig te zien, te horen, thuis, um, zelf te ervaren dat wij wel redelijk hard op elkaar lijken. Niet alleen mm -hmm. qua uiterlijk, maar ook qua, ja, qua, qua communicatie en uh, qua manier van spreken. Um, ja, ik zag dat die man ook wel redelijk goed was in zijn job. Ja. Yeah. Um, succesvol in zijn job. Toen dacht ik van ja, why not? En... Een stip op de horizon was altijd wel voor mij met mensen werken, voor ja. mensen werken. Hè? Ja. Ook heel, heel belangrijk voor mij. Als wij denken heel veel leidinggevenden vandaag of organisaties denken dat um, onze teams voor ons werken, maar het is eigenlijk andersom. Mm -hmm. en wij werken als leidinggevende werk je voor je team. Um, dus een, een, een afdeling aansturen, een team aansturen, impact hebben op een organisatie, um, dat heb ik altijd wel willen hebben doen. Mm -hmm. Daar ben ik vandaag wel mee bezig. En ik denk dat je vanuit HR gewoon uh, een impact kan hebben op de volledige organisatie, ook in ja. contact staat met alle afdelingen binnen een organisatie. Ja. Um, dus, um, dus voilà. Wauw. Zeg, en ik, ik heb je die vraag ook op voorhand doorgestuurd. Mm. Stel je dat we jouw loopbaan op, op muziek zouden zetten. Mm. Um, of jouw loopbaan verhaalt tot, tot wat je dan nu al... Want je bent inderdaad nog relatief uh, jong. Wat voor genre muziek zou dat dan zijn of heb je daar een titel of een song of een uh, ja, hopelijk een... is het niet Highway to Hell <laughs> hè, maar ja. um, ik, ik, ik denk dan als je me die vraag stelt dan denk ik aan, een, aan jazz mm -hmm. um, ik, ik luister zelf ook wel heel graag naar jazzmuziek maar het maar is hebt een... verschillende soorten heb je die ja. back jazz en heb je heel experimentele jazz N nee het is, het, is, het is eerlijk een soort van um, M misschien beide, misschien een mix van de twee, een overgang van de ene naar de andere. Ja. Um, waarin, dat, uh, waarin dat ik op een bepaald moment wel dacht van, goh, ja, ik heb het hier precies wel gevonden. Uh, en dan weer dacht van niet. Ah, ja. um, eh, waar dan ik op een bepaald moment een salesmanager rol had of die country manager rol had, dat ik dacht van ja, in het begin, ja. Uh, misschien is dit het wel. Mm -hmm. um, en dan toch weer niet. En dan toch weer niet. Oké, okay. uh, alright. HR uh, nee. dan, hoe ziet de toekomst van HR er volgens jou uit? Heel open vraag. Ja, heel open vraag. Um, heel gedifferentieerd antwoord ook. Ik denk dat wij um, wel een toekomstvol vol mogelijkheden tegemoet gaan. Um, en dan heb ik het niet alleen over AI. Um, maar dat gaat wel onlosmakelijk deel worden van uh, HR volgens mij. Ik denk mm -hmm. dat we daar geen schrik van moeten hebben. Maar we moeten ons wel. Um, wel Bewust zijn van het feit dat dat, uh, dat dat zeker wel deel zal uitmaken van, maar ik geloof er toch ook wel in dat die, die, die intermenselijke vaardigheden die gaan mm -hmm. nooit vervangen worden door een machine. Dat geloof nee. ik. Nee. nee, waarschijnlijk niet. Ja. Nee. Ik, dat, ik weet niet meer dat mij dat onlangs heeft gezegd, omdat uh, er nog heel veel gekeken wordt naar AI van they're gonna take our jobs. Ja, ook uh, uh, binnen een jaar, dat is zeven. Ja. Dat zal misschien wel waar zijn voor een, voor een, voor een deel, voor een klein deel, voor een, misschien iets groter deel, mm -hmm. maar. Um, ja, uh, als je vandaag kijkt, ik zie bijvoorbeeld. Ja, ik, ik zie geen, geen, geen AI-platform of AI-machine of weet ik veel wat. Um, een diepgaand gesprek voeren met iemand nee. door elkaar in de ogen te kijken mm -hmm. en blijven kijken. En ja. uh, op En inderdaad, te spreken. Dat, dat, dat zal inderdaad nooit uh, verdwijnen. Maar, maar het, gaat wel, het gaat er wel het zit er aan te het komen. Gaat het, impact, ik, uh, ja, ja, uh, het gaat impact hebben, maar wat me daar vooral in. Um, Intrigeert dan is het, het gaat deel uitmaken van de job eh, die we doen of van de omgeving waarin dat we het doen. Mm -hmm. Maar ik ben aan het enkel de quote dat hij zei: Van um, het is niet AI die onze jobs gaat pakken, het, het zijn mensen die beter met AI kunnen werken dan ja. wij die onze job gaan mm -hmm. pakken. En ik heb het onlangs zelfs nog eens zien passeren, dus ik wil nu echt wel weten van wie dat die quote initieel is. Maar dat is wel spot-on, hè? Ja, ja. Je gaat... Als je er niet mee kunt werken, dan ga je dan je, in ga je de, de problemen. Problemen. Ja, dan ga je de trend. Ja. ja, absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Zijn er thema's, want ik heb het een beetje in de introductie van de podcast ook gezegd, dat die mm -hmm. volgens jou te veel aandacht krijgen binnen HR, die wat minder op de agenda zouden mogen staan, van de media bedoel ik dan, hè? Um, te veel aandacht is een... Um, wil ik misschien niet zeggen, maar volgens mij kijken wij op een verkeerde manier naar World life. Mhm. Mm Um, ik denk dat, ik, ik stel me dan de vraag: sinds wanneer zijn wij work gaan afscheiden van life? Mm -hmm. Is werk gewoon niet deel van ons leven en moeten we dat gewoon niet aanvaarden dat dat deel is van ons leven? Mm -hmm. um, ik denk dat wij, ik, ik ken een aantal heel erg gelukkige mensen die gigantisch veel werken. Mm -hmm. um, dus om te zeggen van ja, mijn werk staat los van mijn leven, ja, daar, daar, ik geloof daar niet. Nee, dat of niet. dat werk, heel erg als ziekmakend ook. Mm. In dat hoekje van, uh, je moet opletten, want als je te veel gaat ja. het slecht voor je. Ja, dat, dat, dat en dan komen mee. de facturen en dan kan je ze niet betalen. Uh, ja. <laughs> <Voilà>. uh, <laughs> ja, dus een stukje dat, dat evenwicht... Um, met Kathleen Daams in een andere podcast binnen deze reeks vroeg ik, heb ik eigenlijk een, een gelijkaardige vraag gesteld van welk thema neemt te veel aandacht. En zij, zij heeft toen ook burn-out genoemd. Ze zei van we moeten stoppen met daar heel veel over te praten, omdat anders mensen die geen burn-out hebben ja, zich zodanig veel vragen beginnen te stellen dat ze om de duur ja, zich slecht gaan beginnen voelen. Ik dacht van ik snap het punt dat ze wil maken denk van, mm, daar, daar is misschien ook iets voor te zeggen. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat we um, heel veel um, respect moeten hebben voor mensen die, die, die daar tegen zitten of die daarin ja. zitten of die daarin ja. hebben gezeten. Dat moet verschrikkelijk zijn. Maar um, ja, uh, laten we niet allemaal zelfverklaarde dokters worden. Ja. Uh, ik denk, denk dat dat de belangrijkste mm. uh, opmerking is die ik daarover heb. Een burn-out, um, het, het is jammer dat we dat pas zo laat... Ontdekken. Mm -hmm. um, het is ook heel jammer dat het een, een taboe blijft om daarover te spreken binnen bedrijven. Ja, je hebt natuurlijk je vertrouwenspersoon, je, ja. je leidinggevende, maar dat is al uh, heel erg. is al wel uh, lastig, Ja, om, om daarover te spreken. En die stap naar een vertrouwenspersoon is ook groter, hoor. Mm -hmm. um, dus ja, als dat een taboe blijft binnen bedrijven, ja, dan. Uh, dan, uh, ja, dan mm. Dat, dan blijft dat ook gewoon een moeilijk topic. Ja, maar jij vindt eigenlijk dan niet dat het te veel op de agenda staat? Als ik jou wil nee, zeggen, want het is nog niet. eigenlijk een beetje een taboe. Nee, ja. ik, vind, ik vind dat niet. Ik vind, uh, laten we gewoon experten aan het woord laten. Dat is inderdaad een zeer... Uh, ja. uh, als er iets en waar niet, ik niet iedereen die een mening heeft. Voilà. Ja, uh, dat uh, is voilà. Want, want um, als we iedereen die een mening heeft aan het woord laten, ja, dan gaat iedereen zich ook wel ergens in herkennen. Um, ja. Terwijl burn-out is... Is iets heel individueel. Mm -hmm. Het is niet iets waar je kan zeggen: van ja, dit is het kader burn-out en iedereen die valt daarin. Mm -hmm. dat, dat gaat niet. Ja. Maar ik hou wel inderdaad van jou op om experten meer aan het woord te laten, in plaats van iedereen die een mening heeft mm -hmm. zomaar een vorm te geven. Dat kunnen we wel genoeg op sociale voilà, media. Dat denk ik wel, ja. <laughs> um, zijn er dan hypes die overboord gegooid moeten worden binnen een jaar? Hoe dat je eind. Hier heb ik het mee gehad. Zijn er zo dingen waarvan. Ja, ja, dat je echt denkt: dit, dit moet nu gedaan zijn. Um, ja, eigenlijk vind ik dat. Uh, ja, ik, ik kom eigenlijk terug op het feit dat. Voor mij is dat bijna dezelfde vraag. als uh, het antwoord dat ik gaf voor work-life. Mm -hmm. um, het is enerzijds een hype, anderzijds is het een heel groot probleem. Um, iedereen komt aan het woord. In de week, ja, een paar weken geleden is dat heel erg veel in de media geweest. Hè. Laat ons gewoon kalmte bewaren. Hè. Laat ons ook erkennen dat we, toen we dachten dat we het licht zagen in corona door iedereen thuis te laten werken mm -hmm. en efficiëntie te verhogen, laat ons dan nu ook gewoon erkennen dat we de shitshow die we nu aan het meemaken zijn <laughs> uh, rond, uh, rond dat topic ja, gewoon ja, um, moeten aanpakken, maar wel op een gefundeerde manier yeah. die medewerkers betrekt in het yeah. opstellen van een policy. Ik geef je een voorbeeld: Wij, um, ook bij Permo zijn we daarmee bezig op dit moment hè, met uh, het hele thuiswerk gebeuren. En ja, er komt een polisje rond, maar alvorens dat we daar uh, mee uitpakken of mee ja, aan de slag gaan, ja, hebben wij een twee, tal weken geleden een, een bevraging uitgestuurd aan de mensen van Kijken, hoe willen jullie dat wij dat vormgeven? Mm -hmm. En... Kunnen ze daar überhaupt een antwoord op geven? Want ik, ja, als je het aan de mensen zelf vraagt, is het ook niet zo evident. Hè? Nee, maar we hebben natuurlijk niet die vraag op die manier gesteld. Mm. We hebben, we hebben uh, die opgedeeld in, in zeven, acht verschillende vragen. Van oké, okay, wat vind jij de voordelen, wat vind jij de nadelen? Mm -hmm. uh, wat maakt dat je um, uh, meer op kantoor wil zijn? Wat maakt ja. dat je meer thuis wil zijn? Um, en ja, we kunnen onmogelijk rekening houden met elke uh, individuele opmerking, maar we kunnen op zijn minst wel. Ja, de medewerker betrekken als het over zo'n belangrijk topic gaat. Mm -hmm. um, ja, voilà. Oké. Okay. Voilà. <laughs> ja. um, wat ik vaak hoor is dat HR een beetje te veel alleen met HR bezig is. Mm. Ja. Dat is logisch, hè? als je de, als, als HR tientallen jaren niet als strategische partner bekeken wordt, mm -hmm. hè? dan word je continu in dat hoekje geduwd. van ja, sorry dat de lonen op tijd betaald zijn, sorry dat dat in orde is, sorry dat dat in orde is. Maar um, de vraag van. Beste HR, wil je nu eens meedenken op lange termijn? Mm -hmm. Ja, die is er nog niet zo lang. Die wordt nog ja. niet zo lang gesteld. Ja. Um, ik denk de, de, de strategische impact die dat HR kan hebben op, op een organisatie, dat die de laatste tijd um, wel, wel meer herkend wordt. Ik vind het ook heel aangenaam om, om te horen en om te zien dat HR ook echt een, een stoel heeft aan de tafel waar mm -hmm. beslissingen genomen worden. Maar ook dat is dezelfde tafel waar de beslissingen niet genomen worden. Hè. Um, dat is ook de tafel waar het over de mensen gaat. En quasi heel vaak en heel lang over de mensen gaat. Dus waarom heeft HR daar geen, geen plaats? Dus ik vind ja. het fijn om, om, om te zien dat dat meer en meer is. Uh, en op die manier geeft het HR ook de ruimte. Um, en, en de middelen om te gaan strijden voor de strategische visie van het bedrijf. Ja, ja. oké. Okay. Strijden, dat is wel een, dat is een zwaar een zware woord. Hè? want Zoals je zegt, die, die plaats aan de tafel. Ik denk, dat was inderdaad zelfs een paar jaar geleden nog een heel erg thema van we moeten zorgen dat we daar een plaats hebben. Ik denk dat dat in heel wat bedrijven ondertussen mm -hmm. echt wel al oké okay is. Mm -hmm. Alleen merk ik dan nu, vandaar de vraag, dat HR nog te veel met HR thema's alleen bezig is, mm -hmm. terwijl als ik daarnaar kijk, en als ik dan mijn, 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 mijn visie, mijn mm -hmm. mening daarop is, is dat HR en alle keuzes die er gemaakt worden in een organisatie mm -hmm. mee moet kunnen nadenken, mee moet kunnen inschatten wat is de impact, wat is de impact op ons people-beleid, ah, ja. maar los van people-beleid, dat die eigenlijk mee moet zijn in gans hoe dat bedrijf... Het volledige proces. ...gebeurt, ja, ja en inderdaad. ik denk dat dat... Ja. Nog belangrijker is en dat die rol nog niet noodzakelijk overal genomen wordt. Ja, je hebt natuurlijk ook wel die, die, iemand met die vaardigheden nodig dan. Ja. Hè? Het is heel belangrijk om, um, om afdelingsbreed te kunnen nadenken, te kunnen sparren met, met mensen. Ik merk dat vandaag binnen onze organisatie ook. Ja, als het gaat over, uh, over logistiek, over aankoop, ja, dan, is het, um, ja, dan is het belangrijk dat je daar ook vanuit HR kan, 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 over, kan over praten. Maar heel vaak, ja, je kan niet om de mensen heen. Nee. Je kan mm -hmm. niet om de mensen heen. En ik mm -hmm. ben blij dat meer en meer bedrijven en, en bedrijfsleiders en, en eigenaars en zaakvoers dat beseffen. Ja, ja. oké. Okay. Ik had u daarnet gevraagd, wat maakt een CHO een zeer straffe CHO? Mm -hmm. Een beetje afgeleid daarvan. Welke drie vragen zou elke HR-professional zich toch regelmatig moeten stellen, volgens jou? Ik denk dat het belangrijk is om... Um, een van de vragen zou zijn... Ja, ben ik... Ken ik de mensen, ken ik de individuen binnen de organisatie echt? Mm -hmm. um, in een bedrijf van 2000 mensen is dat iets moeilijker dan in een bedrijf van 200 mensen, maar daar is de afdeling normaal gezien ook iets groter. Mm -hmm. um, voor, ik vind het heel erg belangrijk om de individuen echt te kennen. Ja. Uh, um, een, een simpel voorbeeld is: ja, als jij weet dat, dat Sally van de, van de aankoopafdeling golft, dan um, besef je maar beter wat voor een impact dat het maakt. Als er op een random dag een nieuwe set golfballetjes ligt, zomaar. Mm -hmm. um, ook dat is employer branding. Ja. Um, ja, noem dat is waardering bijna. Of voilà. oh ja, het is een financieel. Maar ik weet wat uh, dat je leuk vindt, voilà. dus ik geef u iets Ik ken u. Ja, ik ken ik, ik u. zie u ja. en ik ken u en ik ja. weet wat u bezig houdt in de vrije tijd en ik, Het mm -hmm. gaat mij niet alleen over je performance. Mm -hmm. Daar kan ah, ja, ja. natuurlijk aan. Ja. Ja. Okay. Um, hoe, een tweede vraag is: hoe um, kan ik door mijn, mijn eigen performance als HR-professional en mijn eigen persoonlijkheid, dus de combo van die twee. Hoe kan ik, er, hoe kan ik bijdragen aan de groei van het individu, van de afdeling en van de organisatie? Oké, okay. zware vraag. Ja, zware vraag. Ja, maar belangrijke, um, belangrijke vraag, vraag zware ja. vraag, maar. Um, ja, je kan, naartoe wel, je kan er ook wel naartoe werken dan. Ja. Je weet waar je zelf aan moet gaan werken. Je weet waarin je zelf wil gaan bijscholen. Je weet waar, waar, ja, waar, dat, het, waar dat, wat dat echt belangrijk is. Mm -hmm. En nog een derde vraag. Die Misschien een, een, een derde vraag is. Um, wat betekent groei voor het individu? Wat is. Um, eh, want Groei kan financieel zijn, groei kan, um, kan carrièrewijs zijn. Groei kan ook gewoon zijn. Ik, um, ja, ik, wil, uh, ik wil een of andere vaardigheid bijschaven. Het ja. sluit eigenlijk een beetje aan op wat, willen, wat wil het individu, maar voor mij heel erg belangrijk om te weten wat dat groei betekent voor ja. een mens, um, omdat je tijdens, uh, tijdens gesprekken met die mensen um, ja. Gaat het ook heel vaak over groeien, maar iedereen denkt dan, ja, wil die mens meer verdienen of het ja, ja. is niet noodzakelijk groei hoor. En dat gaat ook alleen maar te weten te komen, te weten komen door, door te vragen, door, door voilà. met die persoon in gesprek te gaan, voilà. door te luisteren. Voilà. Ja. Misschien een vierde vraag. Ja, uh, absoluut. Ze mogen er voor mijn part <laughs> op vijf zijn. Hè, Tom? <laughs> hoe, goed, uh, hoe goed kan ik vragen stellen? Haha, ja, oké. Okay. <laughs> ja, ja. Um, een, een, een gesprek dat maar drie minuten duurt, is voor mij geen gesprek. Uh, uh, mensen moeten natuurlijk openstaan. Mm -hmm. De omgeving moet veilig genoeg zijn, opnieuw. Maar um, hoe goed de vraagstelling is, staat of valt bij de kwaliteit ja, van het ja. gesprek. Ja. Absoluut. We hadden het erover met een andere CTO in deze tax. die de brullen. Um, die had het ook over het belang van goede vragen stellen, de mm -hmm. juiste vragen stellen. Hij was zelfs vroeger, had hij verteld, uh, journalist worden denk ik Dat is right. ook wel een gave natuurlijk. Dus misschien zijn journalisten wel mensen die skills hebben om een goede HR professional te zijn. Who knows? Ja, misschien <laughs> een oplossing voor de arbeidskrap. <laughs> <laughs> ja. Um, ja, langs de andere kant denk ik dat HR echt wel, dat is iets waar dat ik toe gekomen ben het is echt wel een heel specifieke expertise vraagt en een mix van expertise. Dus zo dat idee dat iedereen kan zomaar HR doen... No way. Afhankelijk welke ervaring je we meebrengt of welke opleiding, gaat altijd wel relevant zijn, maar het is verdorie niet evident om die rol op een heel succesvolle manier te doen. De, um, wanneer de leuke dingen worden uitgedeeld binnen het bedrijf, de leuke taken, dan staat HR niet op de een. Mm -hmm. maar, uh, maar het is wel een heel erg boeiende, heel erg... Um, uh, dankbare yeah. uh, uh, afdeling of, om, om, om in te werken. Heel erg dankbaar taakpakket, vaak ook. Mm -hmm. um, maar je moet er wel uit het juiste hout voor gesneden yeah. zijn. Absoluut. Ik, uh, ik had jou de vragen op voorhand eh, bezorgd, ja, ja, zodat je je even kon kijken. Mm -hmm. Maar de laatste vragen, ik heb ze nog drie quick questions. Ik heb er zo een heel aantal uh, <laughs> uh, op mijn, uh, bij mij liggen. Mm -hmm. En ik ga er een aantal op je afvuren die je dus niet op voorhand kent. Mm -hmm. en ik ga even kijken welke. Doc en u gaat vragen. Mm. Die heb ik volgens mij aan iemand anders gevraagd, maar ik vind het interessant. Kiezen mensen voor een job, een bedrijf of een leidinggevende? Oeh, uh, goede vraag. Um, ik hoop dat ze meer en meer voor een leidinggevende gaan kiezen. Mm -hmm. um, ik, als ik kijk naar. Een van de vragen die je mij doorstuurt was ook: waarom in Permo? Ja. Yeah. Uh, um, en de klik met, uh, met de toekomstige leidinggevende is van essentieel belang. Uh, ik denk dat, um, dat. De job op zich, ja, je moet daar niet flauw voor doen. Die, moet, die moet, die moet doen. die fit moet er zijn, sowieso. Mm -hmm. um, maar een leidinggevende kan echt wel, um, ja, die kan echt wat verschil maken. Ja. Zowel dat... positief als negatief? Ja, absoluut. Want meestal is het dat het negatief is, dat is de reden waarom de mensen vertrekken. Mm. Maar ik moet dan spontaan denken en mijn, uh, mijn, mijn echtgenoot, die nu ook bij zich, Zeghijja, en Sven, die ook bij zich, zegt al werkt. Die is destijds dus bij Lidl gaan werken. Onder andere ook voor het bedrijf, de job, maar ook de leidinggevende. Dus de persoon die hem geïnterviewd had, vond hij. Ik wou daarvan leren? Hmm. En nog voordat hij gestart is, heeft die persoon hem gecontacteerd. Die zei: Ik heb een fantastische internationale assignment gekregen, bij Ik ben weg. Hmm. Ja, dat dan gebeurt. denk ik, als de leidinggevende de belangrijkste reden is, ja. Ja, dat gebeurt. Nee, het moet eigenlijk zo ja. een, een ja, ideaal scenario is dat er een combo is van. Uh, ja. Maar ik denk dat we vandaag nog te vaak en te hard onderschatten hoe uh, belangrijk die rol is van die leidinggevende. Ja. De zelfsturende teams, bijvoorbeeld, ik geloof daar niet in. Mm -hmm. Sorry. Nee. Ja. Uh, zelf organiserende teams wel. Ja, dat maar zelfsturende ja, ja, teams, ja. nee. Helder, uh, goed en doordacht leiderschap is ontzettend belangrijk. Mm -hmm. um, dus ja, um, ik zou zeggen, liefst een combo... Maar laat de leidinggevende toch maar doorwegen. Ja, oké. Okay. Dat is interessant voor een bedrijf dan als je zo redeneert. Hè? Als je zegt: kiest men voor het bedrijf employer branding? Je moet zorgen dat je werkgeversmerk sterk is. Mm -hmm. Kies je voor de job vooral? Mm -hmm. Ja, jobmarketing zeer mm -hmm. belangrijk. Welke jobs kunnen we in dat bedrijf doen? En de leidinggevende, ja, ik denk dat dat een heel duidelijke boodschap is. Zorg dat je leidinggevende ondersteund wordt en dat het goede people manager eh, Voilà. Dus, en en ja. dat, dat draagt uiteraard toe tot, tot, uh, tot employer branding ook. Mm -hmm. Oké. Okay. Tweede vraag dat ik nog op jou af. Wil vuren, welk boek ben je aan het lezen als je vaak hmm. leest, natuurlijk? Um, ik lees wel vaak. Ik heb uh, onlangs ook uh, al mijn boeken richting, uh, richting kantoor uh, verhuisd, omdat ik uh, een soort van um, ja, uitleenformule uh, oh, ja. wil voorzien vanuit HR uh, voor alle boeken die ik gelezen heb. Um, de Alchemist Oeh, uh, ja. Is een, is een zeer, zeer interessant mm -hmm. boek. Ik heb het ook meerdere keren gelezen. En het leuke wat ik uh, vind aan dat boek is dat de tweede keer dat ik het heb gelezen, heb ik andere dingen geleerd dan de eerste keer. Ah, ja. Keer. Dus ja. het is op die manier geschreven dat je de inzichten die je vergaart, uh, dat die de tweede keer anders binnenkomen. Ja, en ja. ook met. De levensfase, of voordat je op dat moment in zit, gaat je een boek ja. ook al anders, uh, ja, anders uh, lezen. Hè? Maar ja, ook de, de herdersjongen die op zoek gaat naar een schat, ja, uh, ja, dat ja. zijn wel zaken die, uh, die, die leuk zijn om te lezen. Oké, okay, goed. En ik vind het ook wel tof dat je zegt van zo'n bibliotheek dat je dan kunt uitlenen. Je hebt zo'n concept, want ik was eigenlijk van plan dat hier op de boot te doen. Ik mm -hmm. ben de naam kwijt, Little, Little Library. Ik ben de juiste naam kwijt. Okay. Dus je, je, je hebt eigenlijk een plek, en iedereen kan dat doen, waar dat je al je boeken insteekt. Mm -hmm. um, en mensen kunnen daar dan in uit. Maar het is eigenlijk wel de bedoeling dat ze er een ander insteken. Ah ja, bij mij, allee, tegelijk ik het wil doen, is je mag het lenen op voorwaarde dat je schrijft wat dat hieruit geleerd is. Ah hebt. voilà, ja. ja, als iedereen dat doet. Wow, ja, ja. ja. ik voel ja. een idee <laughs> voor de community. <laughs> nee, dat is inderdaad, vind ik ja. wel tof met die boodschap daarbij. Ik ben nog aan het kijken naar ja. een derde vraag. Ah, hebben we meer specialisten nodig in HR of generalisten? <laughs> um... Ik denk de toekomst die, we, die, we vandaag, die dat er vandaag op ons afkomt, denk ik dat we eerder richting uh, specialisten gaan. Hmm. Um, ik denk dat wij... Als het gaat over, bijvoorbeeld, ik ga een topic geven, uh, leadership. Dan um, zou het goed zijn als iemand dedicated op leadership werkt. Um, met ervaring uit het field. Ja, um, ik hou ervan, of ik zou heel graag in de toekomst willen werken met mensen die ja zeker ook wel uh, gemaakt zijn om in het vak HR te werken. Mm -hmm. Maar ook wel echt met de juiste specialistische kennis ja. um, die ze opgedaan hebben in de field. Ja. Um, als ik kijk naar. Um, naar mezelf, hoe ik zelf ook nog leer, hè? dat is een vraag van de straks, denk ik. Um, dan doe ik heel vaak beroep op, uh, op mensen uit mijn omgeving. Ja, um, uh, ja dat gaat van, van, van een mentor uh, tot uh, bedrijfsleiders uh, uit het verleden. Ja, dat zijn mensen met concrete praktijkervaring. Ik geloof zeker ook dat die theorie heel erg belangrijk is. Mm -hmm. Maar. Um, ja, situaties die zich hebben afgespeeld in het verleden, waarin mensen over kunnen spreken, die je toch wel een bepaald perspectief ja. geven, die, ja, die zijn heel erg heel erg belangrijk. Dus de specialisten met een, met heel erg uh, goede kennis van zaken, gecombineerd liefst met zo'n uh, ja. praktijkervaring. Um, ja, ja, ik denk dat we daar heel erg veel nood aan hebben. Oké, okay, het doet me een beetje denken aan het... Het is ondertussen ook al een vrij oud model, denk ik. Het de T-shape-profile van Jacob mm, Morgan, waarin mm. dat je de specialisatie hebt, maar dan het platte streepje staat eigenlijk voor een eerder generalistische kennis of ervaring. Voilà, ja. En dat kan binnen de business-ervaring of, ja, of zo. ja Oké, okay, maar dus toch wel die specialisatie die, wat jij zegt, de, de, Ook dat voor, A, voor AI ook, ja, hè. Ja. AI wat op ons afkomt, daar, daar okay. moeten we niet flauw over doen. Daar denk ik dat we echte specialisten gaan nodig hebben. Uh, de datageletterdheid van, van, uh, van HR-professionals die, die, uh, die heel erg belangrijk wordt, ja. maar nog veel belangrijker gaat worden volgens mij. Um, ja, dat gaat er gewoon voor zorgen dat we, dat we bepaalde functies gaan creëren die we vandaag in het buitenland al zien, die, die meer en meer in België gaan opkomen. Ja, je hebt mij daarmee in ieder geval gechallenged. Want ik weet, als we het boek destijds geschreven hebben, Lisbeth Klaus en ikzelf, dat wij echt gezegd hebben van in een wereld vol maar hyperspecialisatie, doen wij een oproep naar meer generalisten in het jaar. Dus je hebt mij eigenlijk uitgedaagd, want ik heb een andere mening. Ik ga daar verder mee aan de slag. Ik ga daar een beetje over informeren. De choc des idées, zeggen ze altijd. Goed, is er nog een boodschap, Tom, waarmee je de podcast graag wil afronden? Een ultieme wijsheid, een tip, een learning, een inzicht dat je graag nog wilt meegeven? Um, ik denk dat, uh, dat het uh, heel erg belangrijk gaat. Uh, vandaag heel erg belangrijk is, maar nog meer belangrijk gaat zijn in de toekomst om uh, mensen te medewerkers te gaan ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. um, we moeten ervan afstappen dat uh, die mensen om half negen naar kantoor komen, om vijf uur weg gaan en dat het daarmee gedaan is. Um, als wij Willen dat het stopt dat mensen zich een nummer voelen, mm -hmm. dan gaan we ook breder moeten gaan in hun ondersteuning. Um, de, ik, ik persoonlijk denk dat wij um, nog heel erg veel werk hebben in HR aan het. Uh, het duidelijk maken van ja, wie zijn mensen, waarvoor zijn ze er? Dat houdt mensen ook heel vaak ja. bezig hoor. We beseffen dat niet in de, in de bedrijfswereld. Heel mm -hmm. vaak, omdat we te veel bezig zijn met de uh, day-to-day. Maar... En met wat ze doen op het werk. En met wat ze ja. doen op het werk, inderdaad. Maar along the way, ja, kijk naar jezelf. Ik kijk naar mezelf. Ik, ben ook, ik stel mij ook vaak de vraag van: goh, um, uh, wie ben ik? Ja, yeah. uh, um, okay. En een, een, uh, een hele leuke quote van, uh, van Jay die daarin is, um, hoe dat wij vandaag onszelf percipiëren, um, is, it, I'm not who I think I am, I'm not who you think I am, I am who I think you think I am. En dat wil eigenlijk concreet zeggen dat wij vandaag ons zelfbeeld baseren op hoe wij denken dat anderen oh, over uh, ons denken. Yeah. En yeah. ja, dat is is crazy, dat is idioot. En dat is iets wat, wat ook uh, verbondenheid op het werk tussen mensen mm -hmm. in de weg staat. Um, dus ik denk dat we daar ook wel wat dingen zouden moeten ja, rond doen. Ja. Ik denk in eerste instantie al er zich bewust voilà. van zijn, door het feit dat jij voilà. dat nu benoemt, en effectief. Ja. Mensen komen bij jou op het werk werk doen waarvoor ze betaald worden, maar ze zijn, ze zijn mensen, veel meer dan dat. Ja, ze zijn mensen. Ze zouden het benen vergieten. Dankjewel om ons daaraan te herinneren. Heel Zo. graag gedaan. Merci voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant, vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. En weet dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. En het allerbelangrijkste, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.